De Nederlandse sporters zorgen tot nu toe met hun prachtige prestaties voor een flinke medailleoogst op de winterspelen. Om dat te kunnen doen is het natuurlijk wel zaak om na die inspanning zo snel mogelijk weer aan te sterken. Campina helpt de helden daar een handje bij en Mark Tuitert ging eens kijken hoe ze dat nou doen. Hallo Mark. Hoi. Ja, we staan hier op de plek waar de successen gevierd worden. Ja. En nu is het tijd voor herstel. Jij gaat iets voor mij maken. Ja, ik dacht aan een bakje kwark. Ja, dat lust ik wel. Jij bent opgegroeid op de boerderij, hè? Ja, dat klopt. Ja, ik heb zelfs mijn melkdiploma ooit gehad. Kijk, ik heb altijd samen met mijn oma koeien gemolken. Dus wij dronken altijd volle melk. En kwark, dat eet ik nog steeds heel veel. Wij doen vandaag, net als vroeger de havermoutpap, hebben we hier een hele moderne havermout. Ja. Dat is een granola, maar daar zit ook heel veel tefgraan in, notenpitten en zaden. En heel veel havermout. Hebben we even gebakken. En dan gaan we een lekker bakje kwark mee maken. Oh, lekker! Ik kan het wel gebruiken hoor, Erik. Ja, want je zult wel hard aan het werk zijn hier. Ja joh, studio-uitzending hier in het Holland Heinekenhuis, Huldigen. Ik leg wel graag een goed bodempje. Alsjeblieft. Dankjewel Erik. Nou, dit is een heel mooi puur basisvoeding gerecht. Hè, kwark in heel weinig volume. 20 gram eiwitten en daar die verse granola overheen. Puur basisvoeding.